Wat ik van de Oosterse mysticus Osho leer en waarin ik nog heel veel te leren heb ook, is dat vriendelijkheid de puurste vorm is van liefde. En met vriendelijkheid wordt dan bedoeld een vriendelijkheid naar alles en iedereen om je heen, die een vriendelijkheid die niet geadresseerd is, die niet specifiek gericht is op één iemand. Want als je het gaat adresseren aan iemand, dan ontstaat daar meteen al een binding, een soort vasthouden van die ander, waardoor die ander ook meteen niet meer vrij is. Maar vriendelijkheid is een staat van zijn. Iets wat je uitstraalt ook, omdat het jouw staat van zijn is. Maar iets wat je uitstraalt naar je omgeving. En het is ook de hoogste vorm van gebed om vriendelijk te zijn. Als je God ziet als het geheel, als het geheel, en je bent vriendelijk, dan is dat de mooiste vorm om het geheel, om met het geheel in verbinding te staan. Dat is ook als je in de omgeving bent van iemand die vriendelijk is, van iemand die vriendelijkheid uitstraalt. De neiging kan zijn, omdat het zo aantrekkelijk is, die vriendelijkheid van de ander, om daar dan een relatie mee te willen of een verbinding mee te willen, om die ander vast te houden. Maar wat als je gewoon in de vriendelijkheid van die ander mag vertoeven en ook jijzelf vriendelijkheid uitstraalt, dan is het alsof, ja, alsof we allemaal bloemen zijn of bomen zijn die in de wereld staan met onze kleuren, met onze geuren. Vriendelijkheid is dan onze kleur geworden, onze geur geworden. En dan zijn we verbonden door het ons bevinden in die vriendelijkheid. Dus in die zin, ik hoor Osho vaak zeggen, vriendschap is een hogere vorm van liefde dan een relatie. Een relatie waarin je het vast wil leggen door middel van een huwelijk of door middel van beloftes die je elkaar gaat doen naar de toekomst. Een bloem doet geen belofte van ik zal er altijd zijn. Nee, die bloem die bloeit. En die sterft ook weer. Een boom doet geen belofte. Die is daar en die gaat mee met de seizoenen en die heeft schaduw waar je in kan zitten. Maar hij trekt je niet in die schaduw. Hij zegt niet: kom bij mij zitten. Die laat vrij. Onder een boom kun je schuilen voor de regen, maar die boom zegt niet: ik doe dat specifiek voor jou, dat ik die regen tegen ga houden. Maar hij is er in zijn vriendelijkheid en je kunt je laven aan die vriendelijkheid. Een van de meditaties van Osho is: straal liefde uit. Vul de hele ruimte om je heen met liefde. Dan creëer je een vibratie om je heen, waarin het voor jezelf heel fijn is om te vertoeven. En ook voor anderen, maar vooral om die vibratie om jouzelf heen te hebben. En nogmaals, dit is voor mij ook een hele weg om te gaan. Ik kan oordelen hebben. Ik kan
juist heel onvriendelijk denken ook over mensen. En dat lijkt een zekere kracht te geven om boos te zijn op iemand of om te vinden dat iets anders moet. Of niet dat je geen dingen mag veranderen. Dingen die je anders wil, kun je altijd kijken of je daar iets in kunt veranderen. Maar die energie van verontwaardiging of boos zijn of oordelen hebben, die geeft een soort body aan het ego. Dat geeft een soort gevoel van kracht, maar het is in feite een schijnkracht. De kracht van vriendelijkheid is veel groter. En opent en verbindt met jezelf en met anderen. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee en voel je welkom om die te delen bij de reacties onder dit filmpje. En in de beschrijving onder dit filmpje heb ik een link opgenomen naar mijn playlist van meer filmpjes die ik gemaakt heb over relaties, over het in relatie staan tot een ander.